Pieter, wat is het verhaal van vandaag? Wij gaan naar de sportvereniging Geinoord. Met en voor elkaar. Dat is een activiteit om eenzame ouderen, en dan denken ze aan 75 plus, om die uit de eenzaamheid te halen. En ze hebben daarvoor contact gezocht met de huisartsen, met de gemeente, met de kerken, om dus die mensen te benaderen. En dan doen ze allerlei activiteiten, van spelletjes tot beweging. Wat voor sfeer of gevoel hoop je vandaag te vangen? Het sociale contact, dat mensen gezellig met elkaar samen zijn. En dat ze die uitdaging weer voelen om dingen te doen met elkaar, om zelf weer actief te zijn. Dus dat ze daar met een heel lekker gevoel weggaan. En naar wie gaan we toe? Wij gaan nu naar Mieke Polman. En dat is een van de deelnemers. Kan één individu het verschil maken? Als ik om mij heen kijk in de wereld, word ik soms moedeloos. Klerenzooi. Honger, milieuproblemen, armoede, oorlog. Ja, de wereld is nog te redden. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, dan begint het gelijk ook weer te borrelen in mijn hoofd. Dan ga ik liever in mijn eigen omgeving op zoek naar dingen waar ik wel blij van word. En dan denk ik, ja, het kan dus wel. Hoe lang geleden is uw man overleden? Dat wordt in december 6 jaar. Ja, dan ben je alleen, hè? En er is niemand die je wel trusten zegt. Er is niemand die je goeiemorgen zegt. Het is, en ik heb toch ook wel gezegd van, nou, voor mij hoeft het niet meer. Ik heb geen taken meer hier. En met en voor elkaar, daar ben ik door een van de zorg. Die had het zo'n folder zien liggen van Geinoord. En die nam het mee. Die zegt, dat vind ik nou net iets voor u. Is dat het bijna het enige uitje in de week? Van mij wel, ja. Ja, heel af en toe dat een van mijn kinderen dan vragen. En ik moet zelf dan vragen. Hè. Als ik nieuwe kleren moet hebben, dan moet ik aan iemand van mijn kinderen, kleinkinderen, vragen of ze mee willen. Hm. Nou, dat doen ze graag hoor. Ik heb nooit problemen van dat ik echt niet of ik naar een dokter moet of een tandarts. Maar het is wel heel lastig dat je zo afhankelijk bent. Ja. Het is natuurlijk wel zo, ik moet altijd opgehaald en gebracht worden. Dus, en dat wilden ze graag doen, dus ja. Nou, daar ben ik ook heel dankbaar, want dan kom ik ook de deur eens even uit. Ik ben nu onderweg om mevrouw Polman op te halen. Want zij is een van de deelnemers aan het project voor de 75+. En ik moet nu eventjes hier zijn. En dan gaan we hier vandaan naar de voetbalclub. Met en voor elkaar, dat betekent de working voetballers bij Geinoord, die halen oudere mensen op omdat ze geen vervoer hebben. En we hebben zoveel leuke vrijwilligers eromheen. Dat is fantastisch. Het is de mensen die je ophalen. Want dat is ook de kern van het verhaal. Wandervoetballers kunnen de 75-plussers ophalen en thuisbrengen. Zoals Gerard en ik en Andries, elke dinsdag halen wij iemand op. En we zien ook dat de mensen met elkaar mee gaan rijden. Hè? Ik bedoel, de ouderen die nog kunnen rijden en een auto hebben, die halen elkaar ook op. Hoeveel kinderen? Drie zoons. Misschien. En 7 kleinkinderen. Aha. Dus ze hebben wel de best gedaan, hè? Dat kan ik eigenlijk beter niet zeggen. Hè? Ja, waarom niet? Dat mag toch rustig. En dan wordt u opgehaald? Kort opgehaald, kort weer thuisgebracht. Zo. Wat een service, hè, jongens. Zo, komt u binnen, mevrouw Polman. Oh, dat is voor mij met geen pen te beschrijven hoe leuk ik het vind. Echt waar, het is gewoon, je ontmoet mensen, je praat eens met andere mensen, het is gewoon heel leuk. Speciaal welkom voor Johan Blommestein, die is vandaag voor het eerst. En Tini Doppel, die is vandaag ook voor het eerst. En zo hebben we elke week weer wat nieuwe mensen. Heel veel plezier, ik ga lekker voetballen. En jullie gaan lekker met elkaar spelletjes doen. We kunnen sjoelen buiten, we kunnen jeu de boule buiten, we kunnen biljarten. Mensen, veel plezier en tot zometeen. En dan is het tijd om wat te gaan doen. En wat gaan jullie doen? Ik ga klaverjassen. Aha. Ik ben heel gek op klaverjassen. Oh.
brengt het jou nou om dit te doen? Ja, wat brengt mij? Ja, wat moet ik zeggen? Vrijwilligerswerk doe je voor je eigen goede gevoel. En iedereen die het doet, als je het vraagt, dan zeggen ze ja, ik doe het voor de e-pupillen, of ik doe het voor de training, of ik doe het voor de bar. Maar eigenlijk, als je het goed doordenkt, doe je het om jezelf een goed gevoel te geven dat je wat doet voor de gemeenschap. En dat is denk ik de kern van ook ons project. Alle vrijwilligers die erbij helpen, doen het voor de gemeenschap. En voor hunzelf, voor hun eigen gevoel, dat ze iets goeds doen. Wat gaan we nu nog doen, Rien? Nou, we gaan nu nog even gymnastieken. Dat doen we aan de kant van de tribune daar. Dat doen we elke week doen we een beetje bewegingsoefeningen. Want ja, het zijn toch mensen die best een beetje beweging kunnen gebruiken. Voor wat ze kunnen. Hè. Sommigen kunnen niet meer staan of dingen. Maar wat ze nog wel kunnen, dat gaan we doen. En dan gaan we beginnen met kleine kringetjes draaien. Zo, kleine kringetjes. Dat is moeilijk, hè? Denk aan de anderhalve meter. Sla elkaar niet de bril van het hoofd. Nou, ik moet zeggen dat ik het gewoon een verrijking van mijn leven vind, die dag. Echt waar, ja. Wat ik terugkrijg van de mensen. Dat het zo leuk georganiseerd is. Dat het zo gezellig is. En dat ze zo leuk met elkaar praten. Ik heb ook een enquête gehouden en daarin stonden ze, heb ik gevraagd, wat zijn er de verbeterpunten? En niemand had wat. Een enkeling die schreef over, nou misschien dat we ook eens een keer kunnen op biljarten. Nou, op biljart staat er nu, dus dat is ook geregeld. Maar iedereen vindt het goed zoals het gaat. Nou, dan gaan we eten. Het is een lunchje. Als het klaar is, gaan we naar huis. Mieke, heb je gewonnen met klaverjassen? Nee. Als je de kaarten niet krijgt, dan kan je niet goed spelen. En Gerrit, heb jij gewonnen met voetballen? Ik heb niet gewonnen, maar ik ben wel lekker bezig geweest. En hoe voelt u zich nu na vanochtend? Nou, heerlijk. Ja, ten eerste is het al heel fijn dat je met elkaar eet. Want alleen eten is eigenlijk niks. Maar je moet eten. Maar het is gewoon, ja, de gezelligheid en toch ook de liefde die je van mensen krijgt. Ja, het is, ik kan het niet anders voor horen dat ik het ontzettend fijn vind. Dankjewel. Dag.